Ah, durian. Di Belanda, biasa dijumpai di toko-toko Asia. Tapi tidak durian yang satu ini. Ia didatangkan dari Thailand atau Indonesia dengan kargo udara. Jadi, masih segar. Je ziet wel eens vaker bij de toko durian liggen in de diepvries. Maar deze jongens, vers aan de boom. Hij prikt, hij is pijnlijk. Je moet er wat voor over hebben. Kijk, en daar, alles waar het om gaat. Die smaak, dat zachte, dat romige, dat vanilleachtige, dat heb je in geen één vrucht. Alleen in deze koningin van de vruchten, de verse durian. Maar dan wel de enige echte verse, niet die uit de diepvries. Durian segar ini dihargai 17,5 euro. Yep, Anda nggak salah dengar. 17,5 euro. Atau sekitar 210 ribu rupiah per buah. Luar biasa mahal. De Nederlandse consument wil het denk ik niet betalen. Die vindt de geur te penetrant. Maar diegenen die hem ooit geproefd hebben in de tropen, willen hem zeker proberen opnieuw. Want het blijft extreem lekker. Namanya barang enak harus dibagi. Dus kita undang dua orang lain untuk ikut nyicip durian. Ik vind het niet vies, maar ik zou het niet kopen. Ik vind hem heerlijk. Ja? Buitengewoon lekker. Stinkt, ja. Toch? Nee, dit stinkt helemaal niet. Dit is lekker. De smaak is ook niet echt, maar het is wel apart. So, setiap orang punya seleranya masing-masing. Durian segar, rasanya memang khas. Tapi 17,5 euro, enggak deh, kecuali gratis. Ja, bloed van de durian, maar dat heb ik er graag voor over. Om zoiets lekkers te eten. Mwah.